Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Kopkans. Dat is Koundé, mensen meter 78. Gomez. Rakitic kan vrij voorbrengen. Dat is de goal. Veel te veel ruimte. Het is Jordán. Die de score opent voor Sevilla 1-0 na 12 minuten spelen. Te veel vrijheid voor Rakitic daar om die voorzet te trappen. Ja, met zijn traptechniek weet hij dan wel iemand te vinden. En dan stond Jordán daar ook nog eens een keertje helemaal alleen. Kijk, niemand die druk zet op Rakitic. En Jordán perfect tussen de centrale verdediger en de rechtsback. Inkomen, opduiken, centrale middenvelder. En die komt die bal simpel. Hier is Meja. Wordt in de weg gelopen. En dan het goede schot van Lucas Meja. Tegen de lat nog. Als ik dat goed gezien heb. En dan weggetrapt. Nieuwe bal Acuña. Daar zat Brooks er helemaal... onder. Acuña is een goeie. Ik weet niet of Gilavogui er nog aan geweest is. Even een spannend moment voor Wolfsburg. Het is toch Acuña. Al weggekopt. Koundé vindt ook Campos. Via Roussillon. En Gilavogui de bal in corner. Arnold met Baku. Nee, niet naar achteren. Ah, kijk, dan krijg je dit soort dingen. Brooks onder druk. Daar is Papu Gomez. En... Pavao, Pervan moet eindelijk nog een keer plat en tussen beiden komen. Rakitic. Bal in de kluts. Gevaarlijk. Brooks kan wegwerken en dan Koundé. De bal zou naast zijn gegaan, maar Pervan durfde geen risico te nemen. En hier Montiel. Pervan in twee keer. Goeie knal, maar net binnen het bereik van de Oostenrijkse doelman. Koundé. Onberispelijke wedstrijd weer. Het was te zeer getelefoneerd van Paulo Ottavio. Campos had het gezien. Daar is Rafa Mir voor het eerst. En deze kopbal van Ocampos gaat naast. Dolles. Valt die bal goed? Nee. Even Luque Bacchio, Gilavogui. Weghorst probeert wat, maar wordt bestraft. Wolfsburg probeert dus een slotoffensief te organiseren, maar het lukt niet. En het krijgt nu
het spreekwoordelijke deksel op de neus. Het is 2 tegen 0. Rafa Mir helemaal vrij. Kan simpel binnentikken. En zo de zege zekerheid geven aan Sevilla. 2-0. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.